Hoi, superleuk dat jullie er weer zijn. Het is weer de hoogste tijd voor een heel mooi verhaal. En Noek heeft een heel leuk verhaal over een Sinterklaastaart. De speculaas taairoomtaart. Bakpiet is druk in de weer in de keuken. Overal liggen kommen, lepels en bloem. Hij is zo druk dat hij Hoofdpiet niet eens hoort binnenkomen. Wat ben jij nou aan het doen? Roept Hoofdpiet. Oh, sorry, ik had je niet gezien, zegt Bakpiet. Ik ben een heel speciaal recept voor Sinterklaas aan het maken. Uit dit hele oude kookboek. Ja, ik ga Sinterklaas ermee verrassen. En wat zit er dan allemaal in? Vraagt Hoofdpiet. Ik heb namelijk ook wel trek in iets lekkers. Er zit slagroom in, chocola, tataai en wortels, antwoordt Bakpiet. Wortels? Vraagt Hoofdpiet. Ja, nou zo staat het in het boek en het is bijna klaar, dus zorg maar snel dat Sinterklaas naar de eetkamer gaat, dirigeert Bakpiet. Een kwartiertje later komt Bakpiet binnen met een hele mooie taart. En Sinterklaas zit er al helemaal klaar voor om te proeven. Alsjeblieft, een echte speculaas-taai-roomtaart. Nou, dat ziet er lekker uit, zegt Sinterklaas. En hij neemt een hapje van de taart. En Sinterklaas, vraagt Bakpiet. Heel apart, niet helemaal zoals ik me herinner, antwoordt de Sint. Hoofdpiet is nieuwsgierig en neemt ook een hapje. Gertverderrie! Wat vies, roept hij uit. Bakpiet kijkt beteuterd. Hoe kan het nou? Ik heb het recept van dit boek helemaal gevolgd. En hij geeft het boek aan Sinterklaas. En dan begint Sinterklaas ineens heel hard te lachen. Oh, kijk Bakpiet. De bladzijden zaten aan elkaar geplakt. Je bent begonnen met de speculaastaai roomtaart. En je bent doorgegaan met het recept van de worteltjestaart van Amerika. Iedereen kwam niet meer bij van het lachen. En deze taart is helemaal opgegeten door Americo.